De actiepunten van de douanebond Suriname zijn door minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning overwogen en zullen worden uitgevoerd. De bond is afgelopen woensdagavond ontvangen door de bewindsman en vandaag zijn de resultaten van het gesprek tijdens een ALV voorgehouden aan de leden. Bondsvoorzitter Joyce de Vlug geeft aan dat de ontmoeting met de bewindsman in gemoedelijke sfeer heeft plaatsgehad en de bond tevreden is met de uitkomst. Een van de hete hangijzers betreft hun nieuwe bezoldigingsreeks. Dan wil ik praten over onze nieuwe bezoldigingsreeks. Nou, we noemen het geen nieuw, want we zitten al in die loonreeks. Maar die formalisatie van uitvoeringsstappen, dat het door RVM moest, dat had nog niet plaatsgevonden. Dus op die meeting bij de onderhandeling is duidelijk aangegeven dat het de komende week naar RVM gaat. En dat we overgaan tot die formalisatie. Voor het uniform van de douaniers is er ook een besluit genomen om binnen 2 weken tot finalisatie te komen. Van de beloningsmaatregelen of incentives die douaniers krijgen, wordt rond eind augustus de eerste tranche verwacht. Bij het knelpunt loonaanpassing is met de bewindsman een TWK overeengekomen. Die werking heeft omgekeerd plaatsgevonden. Dus voordat die formalisatie plaatsgevonden, was er al toestemming gegeven om die loonreeks alvast uit te betalen in afwachting daarop. Dus, maar die TWK hebben we niet gehad. Het is de loonreeks van de politie hebben ze gehanteerd toen om het te versnellen, want we hadden onze eigen loonreeks ingediend. Maar om de zaak te versnellen had men gewerkt met de loonreeks van de politie en daarin zitten wij nu. Die correctie moet dan nog komen. De TWK op het loon gaat terug tot en met 2019. Verder wordt ook het probleem van de SZF-klasseligging bekeken. Voor wat betreft de woningen van detachement is besloten om te verhuren totdat de renovaties rond zijn. Omtrent het actiepunt onmiddellijke stopzetting houtuitvoer is de ALV volgens de Vlug nog steeds ontevreden. Dit punt moet worden opgelost door de douaneleiding, aldus de bondsvoorzitter.